Ik weet niet wanneer ik die moet dragen. Ik weet het gewoon niet zo goed. Oh my god, ik moet dus allemaal naar boven dragen. In mijn walk-in closet. Hi guys, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag is D-Day. Want ik ga mijn kast opruimen. Ik heb laatste tijd echt zo intens veel spullen allemaal ontvangen dat ik helemaal het overzicht kwijt ben. En ik word gewoon helemaal para, want er past niks meer in mijn kasten. Ja, ik heb kasten. Meerdere. Ik heb achter me staat een gedeelte. Dat is eigenlijk voornamelijk het soort van nieuwe slash winterjassen slash colbert-achtig en jasjes. Dan heb ik, even draaien, daar nog een kast en daar nog een kast. Dan heb ik nog een kast in mijn woonkamer. En dan heb ik nog een hele grote soort van inloopkast op mijn tweede etage. Dus heel veel kasten en heel veel kleding. En ik krijg heel erg vaak de vraag van jullie of ik mijn kleding die ik niet meer draag ergens verkoop. En dat ga ik inderdaad doen. Ik ga al mijn kleding na deze video allemaal uploaden op Vinted. Vinted is een gratis app die echt super chill is. Ten eerste, het is gewoon super makkelijk. Je maakt foto's van je kleding, een paar leuke aanfotootjes erbij. Je kan gewoon heel makkelijk de maat en je eigen prijs natuurlijk invullen. Je uploadt het en dan is het in principe al klaar. Oké, je opent de app. Wat je dan als eerste te zien krijgt, dat is gewoon je homepage. Maar als je dus net als ik zelf items wilt gaan uploaden, dan klik je als eerste onderin in het midden op dat plusje. En dan kan je ervoor kiezen om of gelijk je foto te maken of gewoon een bestaande foto kiezen uit de bibliotheek. Lekker easy. Oké, eerst even een fotootje van ver weg. En nog even het achterkantje. Wat een beauty. Oké, nou dan klik je gewoon op volgende. Super makkelijk. En dan bepaal je eigenlijk alleen nog eventjes je categorie, merk, maat, de staat, kleuren. En dan bepaal je prijs. En you're ready to sell. In tegenstelling tot andere apps hoef je hier geen deel af te dragen. Dus letterlijk alles wat je verkoopt kan je helemaal zelf houden. Wat ik echt super chill vind. Want als je even skere tijden hebt, dan hou je toch weer meer over. En wat gewoon super chill is, dat je gewoon wat extra geld kan verdienen door het verkopen van items die je niet meer draagt. Zoals ik vandaag allemaal ga doen. Ik vind het echt ideaal. En ik ga dus ook al mijn kleding, wat ik vandaag heb uitgezocht, op Vinted zetten. Dus mochten jullie zien wat je leuk vindt, dan kunnen jullie het kopen op Vinted. Mocht je de app nog niet hebben, dan kan je hem hieronder gratis downloaden. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. En dan kunnen jullie zelf ook beginnen met het verkopen van je eigen kleding. Of mijn kleding kopen. Hoe ik mijn kleding ga sorteren en uitzoeken is eigenlijk als volgt. Alles waarvan ik denk van oké, ik heb dit echt een paar maanden niet meer gedragen. Of ik heb het maar één keer aangehad. En ik heb niet echt het gevoel dat ik het nog een keer ga pakken. Dat haal ik eruit. En dat pleur ik dus wel op mijn bed. Ik ga gewoon heel kritisch zijn. Gewoon het ding waarvan ik denk, matig, ik weet het niet zeker. Dat gaat gewoon allemaal hoppa, gone. En de rest laat ik hangen. Dus ik hoop dat ik straks echt een beetje lege kast heb. Zodat er weer ruimte is voor allemaal nieuwe shit dat erbij kan. Oh, ik ben helemaal excited hiervoor, jongens. Dus let's go and do this. Oké, deze jas, heel erg leuk, maar heb ik echt letterlijk nooit gedragen. En ik denk ook niet dat ik hem ooit nog aan ga doen. Dus die gaat weg. Deze bodywarmer heb ik vintage gekocht, maar ook echt, ik weet niet, één keer gedragen voor een foto. Maar ik denk ook dat ik dit niet nog een keer ga pakken, hangt er al heel lang. Gone. Ook weer zo'n jasje wat gewoon veel te lang al er hangt. Die heb ik echt letterlijk nog nooit gedragen, dus dat gaat ook weg. Dit is ook echt zo'n verhaal. Echt een heel cute vestje. Maar dit heb ik echt letterlijk nog nooit aangehad. Weet ook niet waarom. Dus deze gaat ook op de verkoopstaap. Oké, nog een keer dezezelfde verhaal. Dus die gaat ook gone. Oké, dit vind ik dus ook best wel een vet jasje. Maar ook weer, ik weet niet wanneer ik dit moet dragen. Ik weet het gewoon niet zo goed. Ja, en dit is dus ook weer zo'n vest. Ook weer een beetje dat wollige stof, maar misschien ben ik gewoon niet zo'n vestenwijfie. Ik vind hem heel vet, maar dit is echt erg. Ik heb hier echt zoveel moeite mee. Ik ga stuk op mezelf. Ik voel helemaal een soort van druk op mijn borst. Omdat ik het echt lastig vind om het weg te doen. Maar ja, deze jas vind ik ook echt heel erg vet. Maar ik draag hem gewoon niet. Het is echt heel zonde. Nou, dit is ook weer zo'n jasje. Nooit gedragen. Ik weet het niet. Ik denk dat ik hier, het heeft er te lang gehangen en nu heb ik er te vaak naar gekeken, ben ik het zat of zo. Het is echt very slecht. Ik denk dat dit misschien gewoon niet helemaal mijn kleur is. Kijk, dit vind ik dus altijd lastig. Dan is het nieuw en heb ik nog nooit gedragen en dan denk ik, oh my god, ga ik dit echt wegdoen? Maar
dit ding van de Monkey. Ook echt heel schattig, maar nog nooit aangehad. Ik weet niet waarom. Volgens mij is het gewoon toch niet echt mijn ding. Dit ding hangt hier ook gewoon al heel lang te hangen. Maar ik wilde eigenlijk heel graag de broek erbij, maar die was er niet meer. En ik weet gewoon niet zo goed hoe ik dit aan moet doen, maar op zich wel vet. Dit pakje ook nooit gedragen, zo erg. Maar dit is van een heel vet Koreaans merk. Romantic Crown heet het. En er zit dan zo'n bijpassend rokje bij. Dit heb ik ook echt nog nooit aangehad. Maar het is een soort van velvet-achtig iets. Het label hangt er ook echt nog aan. Het is echt schandalig. Oké, ik heb dus hier zo tussen al mijn tassen liggen. En ik weet niet eens wat er ligt. Want ik kan het nooit zien. En pak eigenlijk altijd maar 3 dezelfde tassen. Dus dit ga ik nu allemaal eruit halen. En dan ga ik ook eventjes uitzoeken wat ik daarvan wel en wat ik daarvan niet ga houden. Dus, let's go! Dit is de stapel wat allemaal weggaat. Oké, ik heb het nog eventjes gesorteerd. Ik heb alle bonteddy-achtige dingetjes bij elkaar gehangen. Een soort van wat langere nette jassen bij elkaar. Dit zijn allemaal pakken. Joggingspakken. Een beetje joggingsachtig vest. En hier nog wat overige dingen. En hierboven een beetje alle soort van bomberachtige jassen. Een paar spijkerjasjes en wat meer van... ja, een soort van untitled jasjes. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. En in het midden dan alle lege hangers. I'm pretty satisfied. Nu ziet het er... mijn hele fucking scherm is zojuist gebroken. Dus hey, ik kan weer een nieuwe camera gaan kopen. Jee. Tadaa! Dit kan niet meer. Gewoon, dit moet echt eventjes helemaal uitgemest worden. Ik moet gewoon even beslissingen maken. Want ik vind heel veel nog steeds leuk. Maar ik draag het again niet. Dus let's go! Mooi opgeruimd, trots op mezelf. En dan zijn we bij de volgende kast. Oké, hier ligt echt super veel zomershit nog in. Heel veel shorts, wat ik ook waarschijnlijk niet meer ga dragen. Dus dat ga ik allemaal naar boven brengen. En gewoon heel veel t-shirts, wat ik ook eigenlijk niet meer draag. Dus ik ga gewoon even ertussen spitten. En ik haal alles eruit wat ik een beetje matig vind of echt al te lang niet meer aan heb gehad. Daar gaan we weer. Het is echt zo bizar hoeveel dingen ik tegenkom die ik letterlijk nog nooit heb gedragen. En die ik gewoon, ja, ik doe het gewoon allemaal maar weg. Want het ligt maar daar te liggen. Maar het is echt heel heftig. Ik schrik er echt een beetje van. Het is echt heel intens. Ik heb sowieso een tip voor jullie. Als jullie dit gaan doen, je moet knopen doorhakken. Niet te veel nadenken. Gewoon als je denkt, ik weet het niet, dan moet je het gewoon wegdoen. Want dan ga je het waarschijnlijk toch niet meer gebruiken. En dit is het eindresultaat. Dit is echt top. Very happy with this. Ik heb een beetje de niet-jeans-achtige stofbroeken bij elkaar gelegd. Ik heb de jeans met printjes en dingetjes erop bij elkaar gelegd. En ik heb gewoon mijn normale jeans bij elkaar gelegd. Helemaal top. Jongens, ik presenteer jullie kast nummer 3. Hier hangen eigenlijk alleen maar truien, blouses, tuinbroeken, pakken... dat soort shit. Dit sorteer ik best wel vaak. Dus ik denk dat er niet heel veel meer tussen hangt. Maar nog steeds wel aardig wat weg kan. Dus let's go. We
bijna alles van de onderste rij heb ik weggedaan. Omdat dat echt allemaal of zomer was. Dus dat zijn dingen die ik bij mijn zomerdingen ga opbergen. Of gewoon shit, ook weer wat ik heb gekregen, maar eigenlijk nog nooit heb aangedaan. Waarvan ik dacht, oh, heb ik dit again? En dit is het eindresultaat van deze kast. Super chill, alle truien gewoon bij elkaar. En ik heb hier dus super veel ruimte over. Deze hangertjes ga ik er nog even in hangen. En dan hier heb je wat blousjes hangen. Een pak die ik even een keer moet stomen. En hier wat tuinpakjes. En voor de rest allemaal tuinbroeken. En het is echt heel chill hoe groot stuk ik nu over heb. Dus kan ik gewoon er allemaal nieuwe shit in hangen. Top! De laatste kast! Oké, dit is de kast in mijn woonkamer. Er hangen hier gewoon best wel veel dingen tussen. Die ik echt alleen maar voor de foto één keer heb aangehad. En waarvan de pasvorm gewoon niet echt heel erg mooi is. Of waarvan ik denk, nou, het is toch niet helemaal mijn ding. Het is best wel easy, want dit hangt er nog maar net. Dus ik weet eigenlijk al precies wat eruit kan. Deze kan eruit. Die heb ik toen op de Haagse Markt gekocht. Maar nooit gedragen, dus zit je al weg. Dan heb ik deze teddy. Die is echt heel erg vet. Alleen ik weet dat ik deze kleur toch niet ga dragen. Ik weet niet, ik heb het gewoon niet echt met dat bruin of zo. I don't know. Deze t-shirt jurk. Deze gaat weg. Deze gaat weg. Een soort tuinpakkerig ding. Dit is echt mijn New York memory. Deze jasje. Ah, lekker verkeersladertje. Ik heb deze in New York gekocht. Ik vond het toen helemaal geweldig. Maar ja, hij hangt hier nu maar een beetje te hangen. Dus sober. Time to go. Ja, deze kast zijn voornamelijk dingen die ik nog moet fotograferen of dingen die ik net heb binnengekregen. Maar ook nog dingen van mensen die hier shit hebben laten liggen. Dus van mijn friends. En gewoon spijkerjasjes en zo. Dus voor jullie is het waarschijnlijk niet logisch, maar voor mij zit hier wel logica in. Fijn. Maar kijk even al deze shit. Dit moet allemaal verkocht worden. Ja, ik weet niet of ik eraan toe kom om echt alles up te loaden of vind. Maar ik zal gewoon de leukste dingen eruit zoeken. En die kunnen dan kopen. En dan waarschijnlijk gewoon om de paar weken dan upload ik gewoon weer nieuwe dingen. Oké, maar eerst ga ik dit dus ook even naar mijn opslagkamer brengen boven. En dan kan ik jullie gelijk even een kleine tour geven. Oh my god, dit moet ik dus allemaal naar boven dragen. Oké, we zijn aangekomen in mijn walk-in closet. Ik heb hier zo even de kleding gelegd die ik sowieso bewaar. Hier zo allemaal schoenen, broeken, shirts. Hierachter gaat het nog allemaal door. Rokjes, tassen, zomerdingetjes waarvan heel veel weg moet. En dit moet eigenlijk bijna allemaal weg. Oké, dan heb ik nog een leuke aankondiging. Want alles wat ik niet verkoop op Vinted, dat ga ik verkopen op mijn eigen closet sale. Die ga ik binnenkort organiseren. Maar hou mijn Instagram, Iris Amber, eventjes in de gaten. Want daarin laat ik jullie weten hoe, wanneer, waar en hoe laat allemaal is. En ook weer omdat heel veel van jullie altijd vragen van, oh, ga je een keer een closet sale houden? Dacht ik van, ja, dat is wel leuk. En dan kan ik gelijk een soort van kleine meet and greet eraan koppelen. Want ik vind het super leuk om jullie natuurlijk ook allemaal te ontmoeten. En rabapa, er is natuurlijk weer een winactie deze week. En je kan dit hele vette pakkie winnen van de Monkey. Het jasje is een maat M en de broek is ook in een maat M volgens mij. Even kijken. In een maat 28, maar ja, met een 36, 38 kan je het prima dragen. Wil je deze nou winnen? Vergeet me dan zeker niet te volgen op Instagram. Volg me ook eventjes op Vinted, de app. Dan kan je zien welke kleding ik allemaal online ga gooien. En laat even in de comments weten wat nou jouw beste opruimtip is. Ik ben super benieuwd. En dan zie ik jullie volgende video weer. Bye!